Heel goedemorgen, dokter Benjé. Morgen. Je hebt een boek geschreven, Nooit meer naar de dokter. Dat als dokter, is dat om jezelf minder werk te geven? Ja, een goede coach maakt zichzelf overbodig, dus ik dacht, een goede dokter doet dat ook. Ja, ja. Maar jouw boek, wat houdt het precies in? Waarom heb je het geschreven? Ik heb het eigenlijk geschreven omdat ik voel in mijn werk dat er eigenlijk twee grote velden zijn in ons vak. Namelijk, het is het geneeskundige gebied, dus het echte curatieve veld. Maar er is ook nog een gans veld, het preventieve veld. Dus voorkomen is beter dan genezen, iets wat we al jaren zeggen. En ik merk eigenlijk dat we op dit moment in ons werk veel te veel gefocust zijn op dat curatieve, veel te veel... Op het genezen. Ja, ja, ja. En tussen welke leeftijd moeten we vooral heel lief zijn of goed naar ons lichaam luisteren? Maar ik denk... Op ons 25ste zijn we biologisch op ons maximum. En dat is omdat we gemaakt zijn om ons voort te planten. Rond ons 25ste. Ja. Mm-hmm. Dus dan gaat alles heel goed. Ja? Maar dan gaan we eigenlijk stapje per stapje achteruit. Dan al? Dan hangt het heel veel van onze levensstijl af, hoe snel we achteruit gaan. Ja. Want op een bepaald moment ben je zo ver gevorderd, zal ik maar zeggen, dat de symptomen van de grote chronische ziektes eigenlijk gaan aanbreken. Eigenlijk. Ja. Dus dat window, dus die 30 jaren... voor uw 50ste, 60ste, 70ste. Dat zijn eigenlijk de belangrijkste jaren om ons lichaam zo goed mogelijk te houden. Dat je de basis legt eigenlijk voor later. En hoe geef jij dan die oplossingen concreet? Ik denk dat het belangrijk is om al die informatie een keer samen en gebundeld te zien. Hmm. Want wat zien we nu? Nu zien we heel veel versnipperde informatie. En de ene dag verschijnt er een artikel over koffie is goed en thee is slecht. En de volgende dag verschijnt het omgekeerde. Dus ik merk ook in mijn praktijk dat mensen het om de duur echt niet meer weten. Ze weten niet meer wat waar is, wat ze nu moeten geloven. En iedereen dan begint dan maar hypes te volgen. Dus het was eigenlijk een van mijn doelstellingen was om een keer al de verhalen te bundelen. Een keer uit te leggen hoe werkt het lichaam, wat gebeurt er. Zodanig niet zozeer om handige tips te geven, maar om te zeggen van kijk, als je dit allemaal weet, kan je eigenlijk je eigen keuzes maken. Als je wat bijvoorbeeld allemaal weet? Ja, bijvoorbeeld als je weet hoe aderverkalking ontstaat. Hè, als je weet wat er eigenlijk gebeurt in die bloedvaten en hoe cholesterol aan de aderwand blijft plakken. En zo, als de aders dan eigenlijk dichter en dichter slibben, dan hebben we risico op hart- en vaatziekten. En heel veel van onze dagelijkse levenskeuzes, bijvoorbeeld in wat we eten, in hoeveel we bewegen, in wat we eigenlijk allemaal doen, gaan daar eigenlijk hun invloed op uitoefenen. Maar als je die mechanismes een klein beetje begrijpt, ga je daar veel beter kunnen op inspelen. Mm. Wat wil je dan zeggen dat de mensen te snel naar een pil grijpen als er iets is? Ja, absoluut. Maar niet alleen de mensen, de dokters ook. We zijn zo opgeleid. We zijn opgeleid 7 jaar lang om medicatie te geven. En op het einde van elk hoofdstukje stond er een kleine alinea. En geef uw patiënt ook levensstijladvies. Maar daar hield het op. Net dat is eigenlijk het belangrijkste. Maar concreet, als er nu een patiënt binnenkomt met inderdaad een kans op aderverkalking of zo, zeg je dan van, oké, naar huis, maar je hebt dit dieet bij en dan red je het. Ja, zo is onze geneeskunde op dit moment jammer genoeg niet georganiseerd. Dus dat is heel moeilijk. Maar ik had onlangs bijvoorbeeld wel een patiënt die bij mij kwam en ik stelde de diagnose diabetes. Ja. En ik zei, kijk, we hebben 2 opties. Ofwel geef ik u nu een pilletje en dan kom je volgend jaar terug voor nog een extra pilletje en dan gaan er binnen 2 jaar wat complicaties optreden. Dus dan gaan we echt het normale curatieve traject in, zoals dat we het nu eigenlijk doen. Of de andere optie is dat we uw levensstijl gewoon heel drastisch omgooien. En die heeft resoluut voor het tweede gekozen. Ja, ja. Dus om de levensstijl... Het eerste is makkelijker, hè? Om de levensstijl te veranderen. En ik kan zeggen dat die persoon eigenlijk op dit moment niet meer de diagnose diabetes heeft. Dus die is een stap teruggegaan en die zit terug in zijn window of opportunity. Je hebt je boek ingedeeld in verschillende hoofdstukken waarnaar we kunnen luisteren. Laten we bijvoorbeeld eens beginnen met onze geest. Ja. Slaap is het belangrijkste? Slaap is zeker het belangrijkste. Tijdens onze slaap gaan we eigenlijk alle gifstoffen opruimen in ons lichaam. Dus zowel de fysieke gifstoffen, dus de chemische stoffen en toxines, die worden opgebouwd. Maar de slaap dient ook voor alles te gaan verwerken. We gaan heel veel verwerkingsprocessen doen die ons dan ook van pas kunnen komen om veel minder stress te hebben, veel minder kans op depressie te hebben en zo. Mm. Dus slaap is een zwaar onderschat medicijn. Mm. Mm. En ons lichaam? Wat zijn zo de chronische ziektes die we kunnen ontwikkelen als we niet goed voor ons lichaam zorgen? De grote 5 chronische ziektes die ons eigenlijk als individu het meeste parten spelen, maar die ons ook als maatschappij het meeste geld kosten, zijn uiteraard de kankers, de hart- en vaatziekten, obesitas, diabetes en de ademhalingsaandoeningen. En zijn dat ziektes waar we zelf iets aan kunnen doen? Dat eerste, denk ik, toch niet? We kunnen daar toch meer aan doen dan dat we denken, hoor. Levensstijl en kanker heeft echt heel veel invloed op elkaar. Dus we zien duidelijk dat mensen met een zeer ongezonde levensstijl
dat die toch meer risico hebben om kanker te ontwikkelen. Bijvoorbeeld obesitas is eigenlijk een risicofactor om kanker te krijgen. En dat komt eigenlijk omdat er een overschot aan energie in het lichaam aanwezig is. En de eerste cellen die dan die energie gaan gebruiken zijn eigenlijk de kankercellen. Ah, oké. Okay. En vandaar dat we moeten sporten en gezond eten. Absoluut. En dat komt ook in het boek voor waarschijnlijk. Zeker en vast. Ja, ja. Externe factoren. Ja. Externe factoren zijn eigenlijk alle factoren van buitenaf. Dus mijn eerste hoofdstukje bij die externe factoren is de tijd. De tijd is een externe factor waar we geen invloed op hebben. Mm. Dus die moeten we er helaas maar bij pakken. Die kunnen we niet terugdraaien. Nee. Maar dan heb ik het eigenlijk, wat beschrijf ik in die externe factoren? Dat zijn eigenlijk toxines, zoals rook, de lucht die we inademen, water dat we drinken. Dus die probeer ik eigenlijk een keer in de diepte te bekijken. Ik ga ook eens gaan kijken naar die wifi-stralingen en alle stralingen waar we tegenwoordig aan blootstaan. Mm. In welke mate die al dan niet schadelijk zijn. De conclusie is heel vaak dat we eigenlijk nog niet zo heel veel weten. Ja, ik wou net zeggen. Is daar alles over gekend? En ik wilde het ook zeggen, van, je gaat ons toch weer niet bang maken dat we niks mogen eten en niks mogen doen. En niet meer mogen zitten. Hè? Ja. Ik zeg ook letterlijk in mijn boek, van mij moet je niets, je mag. Dus ik probeer echt gewoon de informatie te geven en te zeggen van kijk, doe ermee wat je wil. En maar weten je... mensen echt zo weinig af van hun lichaam, denk je, dan als dokter? Ik vind van wel. Ja? Eigenlijk merk ik in mijn praktijk dat ik heel vaak dezelfde verhalen moet vertellen. Heel vaak moet vertellen, kijk, cholesterol en ja, dat zit zo en zo. En mensen hebben daar wel een idee van, maar waar de klok eigenlijk echt hangt, dat weten ze eigenlijk niet. Maar bestaat er dan het gevaar niet, het tegenovergestelde, als je al die mensen sensibiliseert dat ze hun eigen dokter gaan spelen? Maar ik denk dat het tot op een bepaald niveau zeker aanvaardbaar is om je eigen dokter te gaan spelen. Ik denk, er is maar één iemand die je zo goed kent en dat ben jezelf. Natuurlijk, je moet ergens de grens trekken en op het moment dat je twijfelt of het echt niet meer weet, of als een externe figuur u zegt, uw dokter u zegt, van kijk, dit moet je toch zo en zo, is dat advies natuurlijk belangrijk om te volgen. Maar ik denk, er is niks mis mee tot op een bepaald niveau je eigen gezondheid in handen te nemen. Dat is nog niet helemaal hetzelfde als zelf dokkertje gaan spelen natuurlijk. Ja, ja. Zelf medicatie toedienen. Ja, dat zou ik niet doen. Dat is, nee. Bewust worden van ons eigen lichaam en weten hoe het werkt. Dat is de bedoeling van het boek Nooit meer naar de dokter. Het werd uitgegeven bij Borgerhoff en Lambrechts. Dokter Benjé, bedankt om naar hier te komen. De Madame. Radio 2.